President Chandrika Prasad Santokhi zal volgens vice-president Ronnie Brunswijk een keus moeten maken tussen hem en veiligheidsadviseur Melvin Linsgeer. Brunswijk geeft aan dat Linsgeer geen draagvlak meer geniet binnen de ABOP. Volgens de vice-president heeft de veiligheidsadviseur aangegeven dat de vervolging van personen gecontinueerd zal worden zonder aanziens des persoon. En dat zou niet mogen volgens de VP. En als we maatregelen treffen, dan zal naar kiezen afdelen. Kiezen afdelen, of president kies geen Linsgeer, dan kies geen Linsgeer. Of kies geen ABOP, Ronnie Brunswijk, een vice-president die één aan één de samen gekozen, dan moet je dat. En met takken daar zo naar het publiek, omdat Linsgeer gaat reageren en dat we gaan door. Dat wordt de zaak samen met een leed ook. Al die dingen wat ik heb gezegd daar, en hij zegt, we gaan gewoon door. Zoomen naar een Ecuador, wie is waar? Vice-president Brunswijk benadrukt dat het justitieel interventieteam JIT niet gebruikt mag worden voor politieke achtervolgingen. Verder beweert Brunswijk dat er personen zijn die zaken afhandelen namens de president, terwijl die niet op de begroting op de hoogte is daarvan. President, omdat uiteindelijk de president niet zie, president nog een boem aan mij gaat boem samen. Maar aan de substantie is mijn doegeen dat ik naar omkeven vind. Als iemand bij de president is, dan pleeg ik wel dat hij namens de president. Terwijl de president niks weet, dat nou een gevaarlijk zijn niet.